zit ook hier bij FC Zevenaard in de winter. Dus stiekem is het wel een beetje een thuisbaan. Hij gaat hier in de finale op afstarten. Dennel Halma. De man uit Hengelo die rijdt voor FC Zevenaard. Ook voor hem een thuiswedstrijd dus. We kijken naar Matthijs Kruijter. Winnaar van de ronde in Veldhoven. Hij was nummer 5 in de Time Trail gisteren. Hij rijdt voor FC Unitas. Nummer Skidomer, Michel Boven. We gaan naar de Nederlandse kampioen van de wedstrijd in Baarn die we gereden hebben op zijn thuisbaan. Dat werd hij namens Duiris Jesper de Groot. Voormalig lid van het nationaal team. Hij rijdt voor Wiegras uit Wiegen. We kennen het tegenwoordig natuurlijk als fysiotherapeut. Maar hij kan nog vreselijk aan fietsen. Edgar Wisseling. Het team is hier aanwezig met Jeffrey van de Wiesje. Wij gaan naar een van de topfavorieten, ook uit Unitas. Een van de mannen die vorig jaar nog de snelste was in de juniorcategorie, Geert van der Velde. En de laatste man, rijders voor Groepen Europe natuurlijk. Hij heeft meer staat van dienst dan de hele rest bij elkaar. Daar horen Europese titels bij, daar horen wereldtitels bij. Hij is de oudste van het veld met zijn 43 jaar, maar absoluut de sterkste, denk ik. Voor de rijders uit Ziel, Groepen Europe Racing, Doris Schrink. Stilte en latentie voor de finale, Eddy met 2. Hij gaat hier gewoon winnen richting de finish.